ben ook een beetje verkouden aan het worden, dus ik hoop dat morgen door kan gaan. Wow. Ik heb mezelf net getest op COVID. We hebben hier zin in. Ja! Yeah! Nee, hey, ik ook. Wow. Wat gebeurt hier allemaal op de Hoefwijzer fanclubdag, zeg? Bart en Iris. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Wij hebben vandaag iets gedaan. Ik ben vandaag met Nienke. En wij zijn het grind gaan halen voor een grindpad voor in de Paddock Paradise. En we hebben dat ook helemaal zo mooi voorbereid. Ik heb daar ook nog iets speciaals voor gekocht vandaag. En we zijn dus net naar een marktplaatsadvertentie gegaan. En hij zei dat hij wel anderhalf grote zak grind nog had. Nou, dat viel een beetje tegen. We zullen even laten zien wat we hadden. Of mee hebben kunnen nemen. Hey, ja, dit is echt niet genoeg, want ons pad is echt heel lang. Zo'n grindpad is dus bedoeld dat de paarden er overheen lopen. Dit moet dan hun hoeven stimuleren en daar worden ze sterk van en gezond. En je moet bepaalde kiezels hebben die niet te klein zijn en niet te scherp. Dus dat is in principe goed. Alleen ja, had wel wat meer mogen zijn, hè, Nienke? Ja. Ook nog flink in de file gestaan hiervoor. Best een stukje reden. Ja. Een beetje tegenvallig. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar ja, we gaan er wat van hebben. Het maken. Is niet iets. Het is een begin. Het is iets. Het is iets. Ja, daar ligt ons grindpad. We hebben nog veel meer nodig. Nou, het is eindelijk niet slecht. Het is nog niet zoals het moet zijn, maar het is meer dan we hadden gedacht. En op zich overal ligt een beetje stenen, maar het is eigenlijk de bedoeling dat er best wel een laag aan kiezels en grind en hoe je het ook noemt ligt. Dus er moet echt nog heel veel bij, maar op zich kunnen het paarden wel overheen. En dan stimuleren ze al wel in hoeven. Op zich, het is niet slecht. Ja, dat is erg gekund. Dat is hoe je het beste kan zeggen, ja. Goed bij jou. Ja. En kijk eens. Oké, ja, Mozes wil even weten wat jullie hiervan vinden. Wat jullie gaan doen als wij er niet zijn. Want het is nog niet helemaal af. Oh. Ik ga de stenen opeten. Oh nee. Daar hadden we nog niet over nagedacht. Het zijn geen koekjes hoor, Moos. Oh, maar dan ben ik niet geïnteresseerd. Kijk, je kan erop staan. Ja! Goed zo. Niet Moos overheen jagen, alsjeblieft. Oh, wat knoppoos! Heel goed. Ik dacht dat hij best gevoelig vuur had. Oh, Moos, wat goed! Ja, nu willen jullie allemaal terug doen, maar dan moet hij allemaal zo. Kom, zeg wel, als je een koekje wil, gaan we allemaal zo. Moet in de rij gaan staan. Misschien weer met het echt. Ja. Voor Moos is dit gewoon een trucje. Moos, gaan nee, nog een keer. Nee. Ga maar mee. Ja, ik heb geen snoepjes gehad, sorry. Ja, pas op. Wauw. Wauw, goed voor jou. Wij staan hier te kijken, publiek. Hallo. Noora denkt, wat gebeurt hier allemaal? Jongelui. Nee, Noora, we gaan niet. Noora, kom hier. Noortje. We gaan niet Zennet wegjagen over de steen, dat is zielig. Nou, jeetje, wat het drukt hier allemaal. Heel goed. Oh, wat knap. Ja, super knap. Hele knappe jongen ben jij. Oh, het is goed. Nou, echt super goed. Nella staat hier naast mij te flamen. Dat kent ze denk ik sinds kort. En nu ga ik, jeetje. Het zijn allemaal circuspaarden, hè? Maar echt goed van Zennet, zeg. Oh, dit is ook heel knap. Oh jee, oh jee, oh jee. Deze vlog zal ook voor een heel groot deel gaan over de fanclubdag die ik morgen heb.
Want ja, speciaal voor de fanclubleden die een jaar lidmaatschap hebben, heb ik een fanclubdag hier bij mij op stal morgen. Het gaat hier helemaal vol staan met 30, 40 mensen. Het wordt echt heel erg druk. De fanclub kan je vinden op www.petjeaf.com/hoefwijzer. Daar krijg je iedere maand heel veel extra's, extra hoefwijzer content, zoals podcasts en video's. Je doet automatisch mee aan winacties en nog veel meer. Dus kijk zeker even op die website, maar kijk anders eerst even deze vlog af om de sfeer tussen mij en de fans te proeven en gewoon de hele sfeer in de fanclub. En daar moet ik nog heel veel voorbereidingen voor doen. Ik heb alles qua mails gedaan. Moet ik vanavond nog even checken. Maar iedereen is op de hoogte, al een tijdje. Maar er moet nog wel het een en ander verbeterd worden. En ik wilde eigenlijk dus dat kiezelpad afmaken. Maar helaas viel dat een beetje tegen. Ik wilde wat boompjes planten. Dat is ook niet helemaal gelukt. Want ik heb echt heel, heel, heel leuk nieuws gehad. Maar daarvoor ga ik even binnenstaan, want volgens mij waait het hier een beetje. Wat is er nou zo leuk en wat kost mij nou zoveel tijd en energie op het moment? Ik heb een nieuw huis gevonden. En op het moment dat jullie dit kijken, heb ik dus het huis al eventjes. Het is echt een prachtig huis op een prachtige locatie. Het heeft 3 balkonnen. Het heeft zelfs nog een tuin waar ik naartoe kan. Wel een gedeelde tuin, maar goed. Het heeft echt zoveel. En voor mij als een 23-jarige is het echt heel luxe. Al denk ik dat het misschien voor Nederlandse begrippen een gemiddelde woning is hoor. Maar het is, ja, het is echt zo'n leuke woning. En ik heb hier zo'n behoefte aan. Omdat ik gewoon bij mijn vorige woning het niet leuk heb gehad. Dat gaat eigenlijk echt heel ver. Maar daar ga ik nu niks over zeggen. Dat is misschien niet zo handig. Maar ik heb het gewoon niet leuk gehad. Om het maar heel zacht uit te spreken. Dus ik ga weg. En ik ga naar een prachtige woning en ik heb de huisbaas ontmoet en wij hebben zo'n klik. Het is zo gezellig. Dus ja, ik ben helemaal blij. Maar dat kost mij heel veel tijd en energie, want ook mijn partner zit nu in het buitenland. Dus ik zit het allemaal in mijn eentje te regelen. En het is een heleboel geregeld en ik moet het verhuizen ook doen. Maar ik heb gelukkig al vrienden en familie die willen helpen. Dus ja, het is allemaal heel veel. Maar ja, morgen heb ik dan de fanclubdag. En ik moet eerst dat eventjes zien te overleven. En dan kan ik me helemaal richten op de verhuizing. Oh, maar echt, ik kijk er zo erg naar uit. Maar ja, wat moet ik nog allemaal doen voor de fanclubdag? Ik moet de trein eventjes netjes gaan maken. Dat doen we morgen ook nog wel, daar hebben we morgen ook nog wat tijd voor. Ik heb boodschappen gehaald. Ik heb morgen ook wat hulp. Dus, maar ik ga dus het terrein mooi en prachtig aankleden. Dus laten we daar gewoon maar mee beginnen. Ik heb allereerst wat mooie bloemetjes gehaald voor hier bij de ingang. En de boodschappen. En kijk eens, daar hebben we onze lieve Noora. Hey, jij mag ook al een poetsbeurt. En we gaan jouw dekentje even afdoen. Kijk eens. Peter, hè? En deze schaduw is van deze man, hallo. Het heeft alleen vandaag heel veel geregend. Dus er ligt heel veel water. En ik hoop dat het voor morgen een beetje opgedroogd is. We gaan het zien. Morgen blijft het wel droog, gelukkig. Er komt een zonnetje. Echt zo, zo fijn. Kijk, daar staat lieve Moos. En ik wilde dit ook even laten zien. Deze twee schatjes staan heerlijk naast elkaar te dutten. Het gaat echt zo goed in de groep. Ik mest ook meteen even de paddock uit. Kijk, en het heeft zoveel geregend dat in onze crosshindernis een hele plas ligt. Terwijl onze grond is vrij droog. Dus ik hoop, ja, dit mag van mij morgen al blijven liggen. Maar ik hoop dat de rest wel een beetje weg is. Oh, het is al 3 uur later. Ik heb niet heel veel gefilmd. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik erg moe ben. En ik ben ook een beetje verkouden aan het worden. Dus ik hoop dat morgen door kan gaan. Nou, dat zou wel gewoon kunnen hoor. Ik moet zo meteen gewoon even rustig aandoen. En ik neem Noor even mee uit de wei. Die mocht nog even op de wei staan. Dat doe ik dan gewoon even zo met het touwtje om. Ik heb gewoon de afgelopen week en maanden zo druk gehad. Ondertussen run ik gewoon nog mijn eigen bedrijf. Was ik dus bezig met een nieuw huis vinden. Heb ik een hele stal die ik nog moet runnen. Doei Noora. En ik ben maar 23. En dan morgen een heel evenement zelf opzetten. Nou ja, het is een hoefwijzerdag, maar dan een hoefwijzerdag XL. Dus ik weet wel een beetje hoe dat moet. Maar toch, gelukkig komen wel een paar van mijn allergrootste fans. Dus ik ken de meeste daarvan ook al persoonlijk. En dat is toch wel anders dan wanneer ik bijvoorbeeld mezelf nog heel erg zou moeten bewijzen of zo. Het wordt denk ik gewoon heel gezellig morgen. Maar ik ben gewoon even helemaal kapot. Zo zie ik er volgens mij ook echt uit met mijn haar. Kijk eens hoe leuk. Moos en Zoe staan samen te eten.
En daar links zie je dan Noora met Nedda. En Zedden staat ook bij te eten. Echt heel gezellig allemaal. Dan is het ook tijd om in mijn nieuwe zelfgebouwde sleep de bak te gaan slepen. Normaal heb ik dus een andere sleep. Dit heb ik net in elkaar geplanst. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat werken. Nou, laat het experiment beginnen. Ik ben moe. Maar ik ben toch niet helemaal tevreden. Oké, deze sleep is ook niet geweldig. Maar ja, beter iets dan niets. Nou, ik denk dat de bak klaar is voor morgen. Goedemorgen. Het is vandaag de dag van de fanclubdag. En de zon schijnt. Het is prachtig weer. Het is echt perfect weer voor een fanclubdag. En ik had aan mijn fans verteld, als het nou gaat regenen, dan gaan we het gewoon verplaatsen. Want ik wil geen fanclubdag hier houden, terwijl het echt heel vies weer is. Omdat bij ons bijna alles buiten is. Nu wil ik nog even iets vermelden. Ik heb mezelf net getest op COVID. En gelukkig kwam eruit dat ik dat niet heb. Ik ben gewoon denk ik een beetje verkouden. Dat is wel vervelend, want ik klink niet zoals normaal. En ik voel een beetje in mijn hoofd de pijn. Maar komt goed. Ik sla me wel door mezelf door deze dag heen. Maar we gaan nu even het terrein goed aanvegen en harken en zo. En daarna een staltour opnemen. Want ik dacht, dan is het terrein meteen helemaal mooi. Kunnen we daarna even een tour opnemen. Die als het goed is al online staat. De paarden hebben daar wat gesloopt. Ik weet niet of je het kan zien met die blauwe bal. Ga ik even repareren voordat er hier bijna 40 man over de vloer komt. Yeah. Bij deze schuilstal hadden ze ook zo'n bal. Die is helemaal weg. Dus dat ga ik ook even repareren. Dan ben ik ook meteen rond de slowfeeders even de hooi aan het opruimen. En hier bijvoorbeeld, moet ik dat nog doen? Ligt het allemaal weer netjes erbij. Ik denk dat mijn stalgenoten wel vaker fandag willen, want dan maak ik het extra schoon hier. Nou, de staltour is opgenomen. Ik merk wel, omdat ik verkouden ben, echt heel snel door mijn energie ben. Dus ik hoop dat ik de fanclubdag overleef. Maar ik krijg altijd wel heel veel energie van hele lieve fans. Dus het komt vast helemaal goed. Maar ik ga heel even het terrein klaarmaken voor de enorme hoeveelheid fans die zo meteen hier voor de deur staan over 2 uur. Ja, de opbouw is in volle gang. Die moeten we zo meteen nog even verderop in de straat zetten. Ik heb zelfs een toiletbordje opgehangen. Het eten en drinken wordt klaargezet. Ik heb wat stoelen. Op het einde krijgen ze ook wat leuks mee. En Pavo, die was zo lief om wat te sponsoren. Dus dat gaan we even bekijken. Ik heb meerdere van dit soort dozen binnengekregen. Oh, het zit helemaal vol. Bij Pavo Healthy Treats. Dus ik wil Pavo echt heel erg bedanken voor het sponsoren van een goodie bag. Van een cadeautje voor de goodies. Om aan het einde mee te nemen. En ze hebben nog meer hoor. Ik heb echt heel veel. Dit ziet er toch super leuk uit. Maar dit is dus niet alles. Want ik heb nog een doos en nog een doos en nog een doos. En ook dus andere smaken. En kijk hoe leuk. Ze hebben ook nog eens hoevenkrabbers bijgegeven. Die ga ik even in deze hele mooie mand doen. Het drinken staat al helemaal klaar. Dan heb je ook lekkers. En ik heb ook gezorgd voor gezonde snacks. Maar ja, meestal gaan de ongezonde snacks wel wat harder. Oh jee, nog maar een half uur te gaan. Even kijken hoe ver we zijn. We hebben wat stoelen. Dit staat klaar. De goodies staan klaar. Nu nog de horse agility spullen opzetten. Alles staat klaar. En dan kunnen we zo beginnen. Ik ken jullie. Ja, jullie staan er sowieso op. Dus kom hier maar binnen. Ik ken jullie al veel.
ik denk dat we kunnen beginnen. Wij maken ook dus videobeelden vandaag. Maar ja, ik maak een vlog vandaag. En Iris zal ook hele mooie foto's maken. Die worden sowieso, de vlog komt online en de foto's worden naar jullie gestuurd. Kijk hoe de paarden erop reageren. Maar we hebben vandaag een probleempje met de wc. Dan de laatste vraag. Hebben jullie er zin in? Ja! Ja, nou goed. Dan gaan we beginnen. En Noor heeft een diervoerlijk. Dus ik dacht, ik pak even twee op elkaar die maar paard in de dag. Dada is een super lief. Lief Mary. Ze is een KWPN'er. Maar ze is echt geen publiek. Niet zo typische KWPN'er. Want ze vindt het truc zo super leuk. Ja? Ja, dat is zo. Nou, gaan we eigenlijk goed. Ja. Hé, hey, grappig. Niet, niet de mooiste mooi. Ja, dus ze worden dapper ervan, hè? Opzij, dat is super groot. Ik kan ook vanuit de kant. Officieel 5 uur. Dus de dag zit er helaas op. Ik wil jullie wel echt ontzettend bedanken voor deze hele gezellige middag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja. 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 Beste dag van je leven. Beste dag van je leven. Wie wil nog meer beste dag van zijn leven? Zo hey. Nou, jullie zijn echt de schatten, hè? Zo lief. Nou, echt heel erg bedankt voor vandaag. Jullie hoeven niet meteen weg van mij. Ik stuur jullie dan niet meteen weg, maar ik wilde jullie gewoon eventjes zo bedanken. Jullie mogen dus zo meteen allemaal een poster meenemen. Een hoeverkrabber, een zakje paardensnoepjes. De foto's die vandaag zijn gemaakt, stuur ik binnen een week voor jullie op. Dat is niet rennen! Wat gebeurt hier allemaal op de Hoefwijzer fanclubdag, zeg? Martina Iris. Oh, wat een chaos dit. Oh jee, dan worden die kinderen gewoon weggestuurd met een zweep. Nou, dat doe ik natuurlijk allemaal voor de grap. Wat gebeurt hier? Oh jee, maar... Ik moest moe maken voor mijn moeder. Ja, als je de kinderen moet moe maken, dat is wel goed. Wat gebeurt hier? Ja, dit heb je ook bij Hoefwijzers Paradijs, het dressuurstal van Dam. De kinderen worden ook even moe gemaakt, die worden ook getraind. Oh jee, maar nu krijgen we vast een hele slechte review. Ja, ik krijg niet allemaal klachten. Doen, nee. Oh, daar komt ze weer. Ah! En toen was ik helemaal alleen en alles is opgeruimd. En ja, dit is dezelfde dag, het is alleen. Ik zal het even binnen laten zien met de klok.
Het is 6 uur geweest. En ik heb net alles opgeruimd samen met mijn moeder en Jente. En wat was dit leuk. Het was echt super gezellig. En het is gewoon zo leuk om zoveel grote fans rond je te hebben. Dat voelt echt alsof je vrienden en familie dan bij je op bezoek zijn. Echt super gezellig. En ik hoop dat ze het ook leuk hebben gehad. Maar ik denk het wel. Want ik heb zoveel blije kopjes gezien. Daar ben ik heel, heel, heel blij mee. En jullie kunnen dus ook lid worden van de fanclub. Ik doe dus 1 keer per jaar zo'n fanclubdag. Maar als er nu nog heel veel fans bij de fanclub komen, dan ga ik gewoon in het voorjaar nog zo'n dag houden. En dan speciaal denk ik voor die fans die nog niet hier zijn geweest. En hoe je lid kan worden is op petjeaf.com/hoefwijzer. En daar kun je dus lid worden. Kan ook al vanaf 4 euro per maand. Maar dat is dan wel een ander lidmaatschap. Krijg je wel heel veel leuke extra's. Maar als je echt nog op zo'n hoefwijzerdag wil komen, gratis, dan betaal je 70 euro. En dan denk je, hoe, dat is heel veel geld. Maar een normale hoefwijzerdag in een clubje is 65 euro. En als je dus voor zo'n lidmaatschap gaat, dan krijg je dus die hoefwijzerdag voor 65 euro. En voor 5 euro extra krijg je het hele jaar door extra video's. Ik weet niet hoeveel dat er zijn in totaal. Meer dan 20, 30 extra video's van mij. Je krijgt podcast, je hebt persoonlijk contact met mij. Je doet iedere maand automatisch mee aan een winactie met hoefwijzerproducten. Dus het is heel, de kans is heel groot dat jij wordt gekozen en dat je zo dat hele bedrag eruit hebt. Omdat jij een leuk product hebt gekregen van mij. Want dan krijg je nog meer allemaal bij de fanclub. Ja, als je dan een bepaald lidmaatschap hebt, mag je ook in de VIP rij bij Meet & Greets. Dat was bij Horse Event echt wel handig voor sommigen. Nou, echt zoveel. En dan mag je dus ook hier langskomen bij mij. En het was echt heel leuk, maar ik ben heel moe. En verkouden. Maar ik ben door deze dag heen gekomen. En het kwam echt door die lieve fans die hier waren. Dus ja, ik heb ze al bedankt in het echt. Maar ik wil ze via deze weg ook nog wel een keertje bedanken. Dus ik hou voor jullie. Jullie zijn echt hele grote schatjes. En ik hoop jullie gauw nog een keer te zien. En ook voor iedereen die er niet is geweest. Ik hoop jullie ook eens te zien op een hoefwijzerdag. Hoe leuk zou dat nou zijn? En doe een duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Vergeet niet te abonneren. Daarmee support je mij. Dat is allemaal helemaal gratis. En dan heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!